Oké, iets anders waarvoor ik de action kan graag uithalen is voor als ik vuile dingen doe, zoals hier bijvoorbeeld, ga ik voegen, de heven voegen. En dan is het wel gemakkelijk als je een camera gebruikt, als je aan de motor werkt of zo bijvoorbeeld, dat hij echt vuil maakt. En wil je materiaal, je fotomateriaal niet te vuil maken, dan kun je ook zo'n action camera gebruiken. Vooral wie ook zelf zijn huis wil voegen. Eén, hij is zot. En als je toch wilt doen, kijk, heb je daar die zak van Slijpers. Dat is een kleurcode, je kunt zo'n kleurstaaltjes kopen. Dat is 935 is dat bij ons geworden. Dat is zo... Hier dat onderste gedeelte is al droog, dat geeft die kleur. Dat bovenste ben ik nog volop aan het voegen. Je hebt zo'n plankje nodig. Ja, je mengt dat eerst met water. En dan heb je... Zo'n voeger nodig. Van de juiste het verschillende breedtes. Die past hier mooi tussen, die is goed. En dan, plak je dat, dan pak je dat plankje. Dat is een voegplankje. En dan zo vul je je voeg. Ik heb nog redelijk wat te doen. Dat daar is allemaal gedaan, wat dit hier moet gaan doen. Aan de andere kant, ik heb dan nog twee gevels dat ik moet doen. Ah ja, niet vergeten, voor hij eraan begint, maak de beste je muur een beetje nat. Je kunt het niet meer zien, het is een vrij warme dag, maar de muur is nat gemaakt. En je moet het zo ook nog afbortelen als je gedaan hebt. Zo. Oké, dan bekom je schone voeg. Maar ik heb het nog niet gedaan, dus ik ga het nog niet allemaal afbortelen. Juist, als uw messer zijn goed werk gedaan heeft, of zijn werk goed gedaan heeft, beter in het Nederlands, dan gaan er een aantal stootvoegen zijn, dat zijn die verticale voegen, die open zijn en die moet je open laten natuurlijk. Dat is, die zitten over het algemeen, normaal moeten ze onderaan zitten. Dat is om condensvocht vrij te laten. Dat druppelt naar beneden en dat komt er dan daar, juist boven die zwarte plastic plaat. Aan de onderkant en aan de lintel en aan de raam. Kijk, daar zie je ook juist boven dat raampje. Er zitten er drie van die plastic, stukjes plastic in. Daar zit een stootvoeg die open moet blijven. Niet vergeten. En de reden dat je moet zot zijn om het zelf te doen, is dat het is echt niet duur om het te laten doen. Maar ja, we zijn zot. We hebben ons nagel veel zelf gedaan, dat is, dat er ook nog wat bij kan. De stootvoegen zijn trouwens typisch wel eens het lastigste. Want een metser gaat altijd, de horizontale voegen gaan altijd gelijk zijn. Dat is gewoon met een touwtje met afmeting op een latje. Maar dan die stootvoegen, die kunnen redelijk wat verschillen. Gelijk hier bijvoorbeeld deze, dat is een pak smaller. Dan pakken we deze hier. Dat is gewoon omdat die stenen niet allemaal, en zeker bij zo'n recupsteen, niet al die stenen zijn even lang. Maar de muur moet wel overal even breed zijn. Dus het verschil vangen ze dan op in die stootvoeg. Kijk, ik heb dat stukje nu gedaan daar, dat boordje, nog die hevel doen. Mijn vriendin heeft al
Al dat hier. En al dat heeft mijn vriendin allemaal gedaan. Ik heb nog een nieuwe werkhandschoen en een staafmixer gehaald. De vorige was stuk van te gebruiken voor epoxylijm van de vloer boven. En die epoxy kunnen niet met water gewoon afspuiten. Dus dan dacht ik, ga het achteraf wel afbijten, maar dat ging blijkbaar ook niet. Dus dat is een nieuwe. €20. Wat goedkoper zijn allemaal tristig metaal. Ja, tip. Als je een auto proper wil duiden, maak geen kindjes. Ah ja. Bijkomende tip. Voor wie zijn auto proper wil houden. Niet op platteland gaan wonen. Of als je toch op platteland gaat, zet je auto dan in de garage. Anders krijg je zo... Kun je dat zien? Moeilijk. Laat dan zeggen dat het een vuil is. Zo ziet het.